Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik wil jullie vandaag mijn 10 favoriete kleikleuren laten zien. En bovendien ga ik dan van deze potjes klei, dus van mijn lievelingskleuren, ga ik paaseieren maken. En in sommige zal ik dan ook nog een verrassingje doen. Dus ik zal een paar verrassingseieren zelf maken. Ik heb hier van die figuurtjes. Hier heb ik er eentje uit zo'n chocoladeverrassingsei. Hier heb ik wat Barbie sieraden. Of hier heb ik een kleine Lego figuur van Bart Simpson. En jullie weten natuurlijk al wat erin gaat zitten. Maar dat is niet zo erg. Ik kan het jullie gewoon laten zien. En dan kun je dus zelf je verrassingseieren laten maken. Eerst mijn lievelingssoorten. Ik begin aan deze kant. Deze vind ik momenteel heel erg mooi. Hij doet me een beetje denken aan sneeuw. Ook al komt het voorjaar natuurlijk langzamerhand. Maar deze ziet er heel mooi uit. Hij is wit en er zitten allemaal zilveren glittertjes in. Ik vind het erg mooi. En deze klei die heb je ook nog in andere kleuren met die glitterdeeltjes. Maar ik vind vooral bij de witte dat het echt goed tot z'n recht komt. En dan komen er meerdere met confetti. Die vind ik ook heel erg leuk. Die doen me altijd een beetje denken aan ijs. Ik heb er daar 3 van in mijn verzameling van favoriete soorten klei. Dit is de blauwe. Ik vind dit lichtblauwe heel erg mooi. En er zitten kleine gele en blauwe stukjes in. Het zijn kleine vierkantjes. En dan denk je gelijk aan een smurfenijsje. Of misschien wel aan een andere lekkernij. En ja, ik vind die pastelkleur erg mooi. Wat daar nog bij past, is deze. Die is roze. Ook deze is pastelkleurig. En daarbij denk ik echt gelijk aan aardbeienijs. En daar zitten groene, gele, oranje en blauwe stukjes in. Dus allemaal verschillende kleurtjes. Nog veel meer dan in de blauwe. En daarom vind ik dit natuurlijk ook wel een hele mooie kleur. Hij is zo mooi bont en je wordt er gewoon gelijk vrolijk van. Volgens mij is deze vooral mijn lievelings omdat hij me doet denken aan mijn lievelingsijsje. Ik zei het al, ze doen me allemaal denken aan ijs. En deze ziet eruit als van dat pepermuntijs met chocola. En dat vind ik echt heel erg lekker, van dat after-eat-ijs. Daarom heb ik deze ook uitgekozen als een van mijn lievelingskleuren. Ik vind dat groene helemaal niet zo heel erg mooi, maar het doet me zo denken aan dat ijs dat ik hem gelijk mooi vind. En dan heb ik hier Play-Doh Plus, dus dat is van die zachte Play-Doh klei. En deze is in neonroze. Deze is ook best wel zacht. Het is natuurlijk ook heel leuk om die te kneden, de Play-Doh Soft, want die kun je zo lekker in je handen plat drukken en het voelt altijd zacht aan. Alsof je iets van zijde in je hand hebt. En de kleur is ook erg mooi. Er komen zometeen nog meer felle kleuren, maar eerst heb ik nog zilver. Die vind ik best wel bijzonder. Want deze die heeft allemaal van die glinsterdeeltjes, van die glansdeeltjes. En het ziet er ook echt uit alsof het allemaal glanzende klei is. Je denkt bijna dat het geen klei is, maar metaal. Wel een hele interessante kleur. En die is natuurlijk ook in mijn favoriete lijstje opgenomen. Dan ga ik hier verder met de tweede rij. Ik ben hier weer bij een felle kleur. Deze is nog helemaal nieuw en hebben we nog nooit gebruikt. Ik vind deze heel leuk omdat deze zo fel oranje is, neonkleurig. Het is in ieder geval ook een mooie kleur voor de lente, vind ik, of de zomer ook wel. En daarom heb ik deze er ook bij gepakt. Hier daar hebben we het dekseltje. Je zou denken dat het een soort groen is, maar het is neongeel. Dus de kleur van de deksel is een beetje misleidend. Dit is ook heel felgeel. Je zou bijna denken dat die licht geeft in het donker. Ik geloof dat dat niet het geval is. Maar als ik het zie, dan denk ik daar wel gelijk aan.
dan gaan we eens eventjes verder. Dit is ook een roze. Ook deze ziet er niet zo uit als op het dekseltje. Het dekseltje is meer koraalkleurig. Maar het is wel roze. Beetje meer zoals die zachte klei. Maar dan als neon. En dan komen we hier al bij de laatste kleur. En de laatste van mijn lievelingskleuren, dat is deze turquoise kleur. Ik vind de kleur echt heel erg mooi. Dat groene turquoise doet me ook een beetje denken aan de zee. Of misschien kan het ook wel een mooie groene boom zijn. Of een struikje. Ook deze is een van mijn favorieten. Ja, en dat waren dan mijn 10 lievelingskleuren. En nu gaan we eventjes verder met de paaseieren. Ik ga eens beginnen met deze roze klei. Die doet me eigenlijk al gelijk denken aan een paasei met al die kleurtjes. En daar ga ik dan nu dit kleine leeuwenbabytje in doen. Zo, ik doe hem erin. En dan vorm ik er een ei van. Oh, daar komt hij bijna alweer eruit. Dat is niet de bedoeling, dus dan doe ik dat weer even dicht. Zo, en nu breng ik dat in een eivorm. Ja, ik geloof dat dit wel een mooi paasei is geworden. Ik heb nu 6 eieren gemaakt. Deze heb ik in oranje turquoise gemaakt met deze kleuren. Dan heb ik met deze roze dit ei gemaakt. Daar heb ik een hartje erop gedaan. Hier heb ik deze met de blauwe stippeltjes gemaakt. Hier heb ik de gele met de groene stippeltjes. Dit is witte glitter met een paar zilveren puntjes. Het ziet eruit als het lichaam van een sneeuwman. En hier hebben we de roze dan. Dus ik heb 6 gekleurde eieren gemaakt. Ik vond het erg leuk om te doen. Misschien heb ik jullie nu wel op ideeën gebracht. Jullie kunnen dus heel makkelijk met klei zoiets maken. Je hebt gewoon een paar van die vormpjes nodig, figuurtjes of kleine verrassingen. En als je dan iemand wilt verrassen, dan kun je dat dus in de klei doen. En je moet natuurlijk wel iets hebben van klei. En als je een snoepje erin wilt doen, dan moet je dat natuurlijk eerst eventjes goed inpakken. Want anders dan komt het snoepje in aanraking met de klei. En dat is natuurlijk niet zo heel erg lekker. In de reacties kunnen jullie wel even laten weten wat jullie vinden van deze eieren. En jullie kunnen ook nog eventjes laten weten welke kleur jullie lievelingskleur is en of jullie mijn kleuren mooi vonden. Als jullie de video leuk vonden, geef me dan een duimpje omhoog. En bekijk natuurlijk onder andere video's, abonneer op ons kanaal en tot de volgende keer. Doei!